kleine kapitein op de Zeppelin. De kleine kapitein loopt op zijn schip naar de plek waar de zeven kisten staan. Hij vindt een brief bij de zeven kisten met schatten die hij op zijn laatste reis van de zeerover Schobbebonk heeft afgepakt. De kleine kapitein leest de brief. Aan de grote heer van Schrik en Vrezen. Ontvang hierbij de zeven kisten. De zeven kisten van hout, gevuld met koper, met zilver, met goud, met rode robijnen en kristallen konijnen en dikke diamanten van een kilo per stuk. Maar de zevende kist is gevuld met geluk. Ik zend ze hier per boot naar u over en reken maar dat ik de rover betover die onderweg de schatten pakt. Dient hand blijft voor altijd aan het roer geplakt. De tovenaar heeft lang geleden de kisten over zee gestuurd. En Schobbebonk heeft ze toen geroofd. En voor straf zit hij nu nog steeds met zijn handen aan het roer vastgeplakt. De kleine kapitein wil de zeven kisten eerlijk gaan terugbrengen naar de grote heer van Schrik en Vrezen, die in het wazige oosten woont. En Dikke Druif, Marinka en Bange Toontje gaan met hem mee. Ze brengen alles aan boord wat mee moet voor de reis. Pannen, meel, boter, eieren, melk, suiker en stroop voor de pannenkoeken. De kleine kapitein weet al dat er straks een probleem komt, want hij heeft gehoord dat er in het wazige oosten geen haven is waar hij met de Noordlek binnen kan varen. De kleine kapitein kan niet meer verder varen met de boot. Hij overlegt met Dikke Druif, Marinka en Bange Toontje. Hoe moeten we aan land komen? En dan roept Dikke Druif, met de lege kist, dat is een gelukskist. Iedereen vindt het een geweldig idee. Maar wie gaat er aan land met de lege schatkist? De dappere Marinka zegt, dat wil ik wel. Ze doet haar mooiste jurk aan en stapt met hulp in de schatkist. Ze laat de deksel open, zodat ze nog kan ademen. En ze drijft met de kist aan land. Marinka hoort van de paleisdienaar in de soepjurk dat de heer van Schrik en Vrezen al heel lang niet meer leeft. En dat zijn oudste zoon, de zielige heer van Beef en Bibber, op de troon zit. Hij brengt Marinka naar de zielige heer van Beef en Bibber. Marinka vertelt hem dat ze een brief hebben gevonden in de schatkisten die door zeerovers Schobbebonk waren geroofd. In de brief van de tovenaar hebben ze gelezen dat de schatkisten bestemd zijn voor de grote heer van Schrik en Vrezen. En zij komen nu de schatkisten brengen. Wanneer ook de kleine kapitein en Dikke Druif in het paleis zijn aangekomen, ontdekken ze dat de paleisdiener meer weet over de schatkisten en over de tovenaar. Hij vertelt dat de zeven schatkisten naar de zeven kinderen van de grote heer van Schrik en Vrezen toe moeten. De oudste zoon, de zielige heer van Beef en Bibber, mag als eerste kiezen welke kist hij wil hebben. De zielige heer van Beef en Bibber kiest de schatkist met de dikke diamanten. De kleine kapitein wil graag weten waar de andere kinderen zijn gebleven van de grote heer van Schrik en Vrezen. En de paleisdienaar met de soepjurk vertelt dat die zijn uitgevlogen naar alle windstreken. Drie zonen naar het diepe zuiden, twee zonen naar het woeste westen en de dochter is naar het hoge noorden. De kleine kapitein beslist dat de schatkisten weer aan boord moeten van de Noordlek. Dikke Druif, Marinka en de kleine kapitein nemen afscheid. En de kleine kapitein zegt, wij gaan naar het diepe zuiden om de andere schatkisten af te leveren. De kleine kapitein kijkt door zijn verrekijker. Hij ziet in de verte een bobbelige bruine lijn. Wanneer ze dichterbij komen, zien ze wat die bobbelige bruine lijnen zijn. Dat zijn kamelen! De kleine kapitein ziet dat ze niet verder kunnen varen. Ze gooien het anker uit en ze gaan aan land. Ze moeten verder reizen met het schip van de woestijn. Ze stappen allemaal op een kameel en ook de schatkisten worden opgeladen.
Bange Toontje ziet een Fata Morgana. Hij wordt voor zijn eigen veiligheid opgesloten in de lege schatkist. Ze rijden met de kamelen naar een oase, ze drinken water uit de put en ze gaan slapen onder de palmbomen. Een Bange Toontje die slaapt in de lege schatkist. Er bewegen schaduwen in de donkere nacht, sluipschaduwen. Het zijn twee rovers, Borg en Jorg. Zij hebben de schatkisten gezien die op de kamelen zijn vastgemaakt en die willen ze roven. Borg zegt, we doen het als spoken, zonder geluid. We pakken alleen de kamelen. De twee schaduwen kruipen dichterbij en maken de knopen los van de touwen van de kamelen. De kamelen komen braaf, geduldig en gehoorzaam mee met de rovers. Onhoorbaar verlaten ze de oase. Bij een van de kisten staat de deksel op een kiertje. Door een spleetje gluren de bange ogen van Bange Toontje naar buiten. Hij durft geen help te roepen. Maar hij durft het wel te schrijven in het zand. Er ontstaat een spoor van help door de woestijn. Wanneer de kleine kapitein, Marinka en Dikke Druif wakker worden, ontdekken ze dat de kamelen en de schatkisten zijn verdwenen. Ook de schatkist waarin Bange Toontje lag te slapen. Ze volgen de sporen die Bange Toontje heeft gemaakt op de enige kameel die er nog is. Uiteindelijk vinden ze 3 rovers en de 6 schatkisten in de roversgrot bij de mooie tuin in de woestijn. Tot hun grote verbazing hebben de rovers de schatkisten geopend, maar zijn hun handen niet vastgeplakt. De 3 rovers zijn de 3 zonen van de grote heer van Schrik en Vrezen! Alle 3 zonen kiezen een schatkist. Borg kiest de kist met goud. Jorg kiest de kist met zilver. En Mijnenzorg kiest de schatkist met de kristallen konijnen. De kleine kapitein wil de schatkisten hebben die er nog over zijn. Wij moeten nu op zoek naar de 2 zonen die in het westen wonen. En naar de dochter die in het hoge noorden woont. In de verte zien ze Schobbebonk varen. Hij zwaait met 1 arm. Er is al een hand los van het roer, omdat er al 4 kisten terug zijn gegeven. Zou het toch goed komen met kapitein Schobbebonk en de schatkisten? Dat zie je in deel 2. De kleine kapitein gaat naar het hoge noorden.